Ik ben Loes van Dromme, ik ben 40 jaar. Ik ben afkomstig uit Poperingen. Ik ben daar momenteel eerste schepen. Ik ben 20 jaar geleden gestart met politiek, toen nog op lokaal niveau. En ik ben heel blij dat ik nu als mama van twee zonen van 7 en bijna 10 ook hier in het Vlaamse parlement een stem kan zijn voor iedereen die in de Westhoek woont. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Wel, 20 jaar geleden stond ik voor de eerste keer op de lijst. Toen werd ik gemeenteraadslid. Ondertussen ben ik eerste schepen. Drie legislaturen lang kon ik ervaring opdoen in de gemeenteraad bij ons in Poperingen. In 2012 werd ik dan parlementair medewerker van Jan Durnee hier in het Vlaams parlement. Kon ik ook de commissie onderwijs opvolgen en kreeg ik ook van Jan heel veel kansen om dingen bij te leren. Kreeg ik ook kansen om in bijvoorbeeld raden van besturen gaan zetelen die dan onderwijs gerelateerd waren. En zo heb ik heel wat ervaring kunnen opdoen. Ook in de laatste maanden van de legislatuur werd Jan dan voorzitter van de commissie onderwijs. En heb ik eigenlijk wel heel veel zin gekregen om ja te zeggen op de vraag om op de lijst te staan. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Wel, ik heb het thuis eerst eventjes gevolgd, van 12 uur zo al wat op de televisie zitten kijken. En dan ben ik naar een lokaal telbureau gegaan bij ons in Poperingen. En was het ook wel heel vlug duidelijk welke, hoe de kaarten eigenlijk geschud werden. Dan ben ik vertrokken naar Roeselaar, waar we met CD&V West-Vlaanderen verzamelden. Dan mocht ik eventjes bij jullie collega's van WTV Focus ook een interview doen. En ondertussen sijpelden ook de voorkeurstemmen binnen. En ik heb dan gewacht tot 2 uur om naar huis te gaan, omdat de voorkeurstemmen van Brugge en van Diksmuiden niet binnenkwamen. Ondertussen was duidelijk dat we wel 5 zetels haalden voor het Vlaamse parlement in West-Vlaanderen. Eentje minder dan voorheen. En in het naar huis rijden heb ik 1 keer gestopt en toen waren de stemmen van Diksmuiden al binnengekomen. En toen ik helemaal thuis kwam, waren die van Brugge ook geteld. Ik had net mijn papa ook thuis afgezet. En toen kwamen er al een paar berichtjes binnen van mensen die zeiden van proficiat. Dus ik was niet de enige die alles opgevolgd heeft. Het was wel wat dubbel, omdat we enerzijds een zetel verloren. Langs de andere kant was ik wel heel tevreden dat ik eigen kracht in het parlement geraakt ben. Dus dat ik eigenlijk wel tevreden was over het stemmenaantal. Bent u tevreden met het resultaat? Ik heb een heel dubbel gevoel. Met CD&V hebben we niet de verwachte scores binnengehaald. We hebben dus een zetel op West-Vlaams niveau minder. Maar persoonlijk ben ik natuurlijk wel heel tevreden dat men eigenlijk overhand West-Vlaanderen, heel specifiek ook in de Westhoek, ook in mijn eigen stad, de mensen toch het vertrouwen gegeven hebben. Maar het maakt het wel dubbel. Ik gunde mijn collega's die net uit de boot gevallen zijn het zeker ook om hier de stem te vertegenwoordigen van al hun kiezers. Maar het is ons jammer niet gelukt. Maar met heel veel goesting starten we toch. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Het is natuurlijk niet helemaal nieuw voor mij. Het huis ken ik hier al een beetje. Ik denk dat het heel hard werken zal worden. Ik ben soms wel verbaasd als ik hoor wat collega's antwoorden op de vraag van hoe zie je het allemaal? Die zeggen van ja, voor 1 vergadering verdien je toch wel wat veel. Dan denk ik van het is toch wel heel veel meer dan enkel die commissie of die plenaire vergadering. Het is mensen ontmoeten, het is gaan luisteren. Wat er leeft op straat, in vergaderingen bij mensen die vragen stellen. Dus ik denk dat ik heel veel tijd zal stoppen in de voorbereiding en heel veel werk zal hebben. Maar ook hier met heel veel zin en heel veel hoesting start ik eraan. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik ben, zoals gezegd, de eerste schepen in Poperingen en ik blijf dat ook. Ik vind het heel belangrijk om de link te behouden met het lokale niveau. Ik heb dat ook gezien in het verleden dat ik hier als parlementair medewerker kon werken. Hoe belangrijk het is om toch
de voeling te blijven houden met wat er lokaal leeft. En ik denk dat je dat als schepen heel goed kan. Dus ik hoop daar ook de bruggenbouwer te zijn tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Wel, ik moet zeggen dat als schepen het al wat puzzelen is, maar dat ik ondertussen recordhouder ben in het snel puzzelen. Dus ik zal die competentie zeker ook nog verder kunnen gebruiken. Ik heb een man en twee zonen. Het is wel zo dat die eigenlijk nooit anders geweten hebben dat hun mama eigenlijk in de politiek zat. De oudste heeft ooit eens gevraagd van ik zou graag een mama hebben die soep maakt. En dan antwoordde ik van oké, maar je mama is vooral heel blij als ze nog voor andere mensen ook dingen kan doen. En dan snapt hij dat wel. De jongste heeft eigenlijk op de dag van de eetaflegging moest hij een spreekbeurt houden. En hij heeft gekozen om dat te doen over het Vlaams parlement. En hij was zo trots, dus dat zit er wel al een beetje in, dat politieke. Ik heb natuurlijk ook heel veel geluk dat mijn man ook voor 100% achter hetgeen staat wat ik doe. Alhoewel hij soms wel vindt dat ik wat veel weg ben. Maar ik heb het geluk om ook een mama en een papa en een schoonmama te hebben die thuis ook wat helpen en wat bijspringen. En wat ik nou het meest belangrijke van allemaal vind, is dat mijn vrienden eigenlijk mijn vrienden blijven, ook al ben ik er heel vaak niet als ze afspreken of als ze mij vragen. Maar daar is heel veel begrip voor en dan denk ik dat dat echte vrienden zijn. Dus het komt wel allemaal goed. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ze mogen mij afrekenen als ze het gevoel hebben dat ik geen tijd gemaakt heb voor hen. Dat ik niet geluisterd heb. Dat ik deed alsof ik luisterde. Er niet was voor de mensen die vragen stellen. Dus dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Of een van de belangrijkste taken van een volksvertegenwoordiger. Dat hij het volk vertegenwoordigt. En de stem van die mensen ook hier laat klinken.